Welkom op dit inspiratie-informatie-videootje. Bitcoin bijna $10.000. Bizar gewoon. Ik moet een beetje fluisteren, het is zo vroeg in de ochtend. Ik was uit enthousiasme gewoon wakker geworden en er is iemand aan het slapen of rusten hier in de buurt. Dus excuses voor het fluisteren. Maar Bitcoin benadert 10.000, zoals ja, een aantal mensen waar ik dan, die ik dan volg op het internet, op YouTube-kanalen, voorspeld hadden. Voordat ik verder ga, wil ik toch eventjes mededelen dat ik geen financieel adviseur ben. Dit is geen financieel advies. Ik ben niet jouw financieel adviseur. Dus maak een beslissing vanuit vrije wil voor de dingen die ik hier aanraad. En, of misschien is dat al een te groot woord. Dit zijn gewoon mijn gezichtspunten over Bitcoin en de cryptocurrency revolutie en de blockchain en dergelijke. Ik denk dat het door gaat zetten. Zo zie je maar. De voorspelling van diegene die ik dan volgde via YouTube-kanalen was dat Bitcoin aan het einde van november de 10.000 zou kunnen behalen en aan het eind van december dit jaar 2017 20.000. En het ziet eruit dat dat gaat gebeuren. Dat had een aantal redenen. Eén daarvan was dat er een bepaalde psychologische doorbraak was, dat Bitcoin door de 5.000 heen ging. Zij zeiden als dat eenmaal die trend eenmaal aan het volgen is, met alles wat ze wisten, dat die dan ook naar de 10 ging en naar de 20 ging binnen de 2 maanden. En voilà, hier heb je het, $9700. Dus dat is waar aan het worden en hun motivatie was dat de Bitcoin cryptographers, degene die de blockchain inrichten met Bitcoin, geconcentreerd waren op Bitcoin en niet zozeer op de altcoins en dat er maar zoveel waren, dat er maar zoveel van dit soort specialisten in de wereld waren. En die zijn hoofdzakelijk met Bitcoin en Bitcoin technologie bezig in plaats van al die altcoins, die andere Bitcoin-achtige. Dat was een van de motivaties. De tweede motivatie was dat de koopkracht van Bitcoin gestaag doorgaat. Met andere woorden, dat je al meer diensten en goederen kunt kopen met Bitcoin. Grote invloed in de stijgende waarde van Bitcoin. Een andere motivatie was dat de, ja dat noem je dan in het Engels, de ban en no ban oorlog. Dus dat China en andere landen de ICO's, de initial coin offerings, verboden. In het Engels heet dat to ban, dat is om te verbieden. En die wel of niet verbieden oorlog die daar heerste over de blockchain en de bitcoin en over het lanceren van nieuwe coins, de ICO's, dat zometeen ook zou afnemen omdat een land zoals China en andere landen een bepaalde grip moesten hebben voordat ze het goedkeuren om Chinezen of dat soort bevolkingen toegang te geven en toestemming te geven om Bitcoin te gebeuren en dat op het punt stond te gebeuren. Dat er een goede kans was dat Bitcoin, dat China met een bepaald model kwam, dat ze toch grip hadden op een niet te reguliere coin, door middel van wetgeving of zoiets dergelijks. Je ziet dat in andere landen, hier in Nederland ook, dat er bepaalde wetten gaan ontstaan, dat je je bitcoin aan moet geven op de belasting, aan de belasting en dergelijke. Dus blijf binnen de wetten, maar dat er wel een bepaald model naar buiten komt, dat bitcoin toch wel te regulieren is, terwijl het niet te regulieren is. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar ik hoop dat je dat snapt, net als dat Hongkong bijvoorbeeld nog steeds bij China is, maar het is een aparte staat. Zo komen dat soort landen altijd met een bepaald model naar buiten dat het wel op de een of andere manier te controleren is, te behappen is. Dat er wetten komen tegen witwasserij en dergelijke. Dus ja, je ziet toch in grote landen, grote gebiedsdelen, de valuta's zoals Bitcoin toch wel een bepaalde wetgeving aantrekken. Nou, zodra dat dan gebeurt, zouden er dan heel veel Chinezen ook bitcoins gaan kunnen kopen en verhandelen. En dat dan de waarde natuurlijk door blijft stijgen. Naast het feit dat ook de Wall Street-achtige, de grote financiershuizen en de banken hard bezig zijn met licenties. Omdat hun allemaal licenties moeten hebben. Ze moeten wettelijk allemaal goed in het zadel zitten voordat ze bitcoin kunnen aanraden aan hun publiek, hun investeerders, de mensen die op hun banken geld starten. En zodra dat gebeurt, die wetgeving, dat ze licenties hebben en dergelijke om bitcoin ook aan te kunnen raden en ook mee te verhandelen, dan komt er een enorme grote influx van cash.
Dus die grote bevolkingsaantallen en de grote influx van cash van de Wall Street-achtige huizen, banken en investeerdersmaatschappijen, die zouden ook nog een hele grote influx kunnen krijgen zodra hun de licenties hebben en zodra die landen een bepaalde grip hebben op de hele Bitcoin-industrie. Dat zijn de twee grote influxen waardoor de Bitcoin ook heel erg snel naar boven door het plafond heen kan gaan rammen. Dat was even een aantal motivaties waarom, en daar kijken mensen naar, de traders en de analisten. En dan is er een andere vergelijking. Het gaat natuurlijk ook in hoeverre wij erin geloven, wij als mens hoor, punt uit. Als je hier niet in gelooft, dan heeft dat een bepaalde invloed in het algemene bewustzijn. En dat heeft een invloed in de markt, op de markt, op de algemene handel. Dat is met alles zo. Dus dat heeft ook een hele grote invloed. En dan een van de mooiste vergelijkingen is dat hoe meer er altcoins bij komen. Je ziet hiernaast een rijtje met altcoin namen. Met andere bitcoin-achtige. Bitcoin is ook een altcoin, een alternatief. Een altcoin staat voor alternative coin. En dat betekent dat het gewoon anders is als de normale fiat currency. De normale valuta's zoals euro's, yens, Deutschmarks enzovoorts. Noemen ze de digitale coins, het digitale geld noemen ze altcoins, alternatieve valuta's. Dus de andere alternatieve valuta's, de andere altcoins zoals Bitcoin Cash of Ethereum of Ripple of NEO of Ethereum of Dash, daar komen er al meer bij. Er zijn al heel veel andere altcoins en die blijven in vergelijking met Bitcoin heel laag, maar die zorgen wel, omdat Bitcoin zo'n enorme waarde heeft, dat langzaam maar zeker Bitcoin de gevestigde coin wordt. Net als dat de dollar de gevestigde valuta is of het goud, hetgeen waar andere valuta's of andere waardes aan vergeleken worden, is het heel goed mogelijk dat Bitcoin de hoofdalternatieve coin blijft door al die redenen die ik net heb opgenoemd en nog meer. En dat hoe meer er altcoins bijkomen, dat die altcoins ervoor zorgen dat de waarde van Bitcoin al meer wordt. En dat heeft een soortement effect en de vergelijking werd gemaakt met een soortement van winkelcentrum. Dus je kunt Bitcoin in dat geval dan zien als het winkelcentrum. En hoe meer restaurantjes er in het zogenaamde food court. Hè, je hebt altijd van die pleinen in die winkelcentra's waar al die restaurantjes te samen komen. Dan kun je de altcoins, de andere coins, zien als zijnde de restaurantjes. Hoe meer restaurantjes er op dat restaurantplein bijkomen, hoe meer aantrekkelijk het wordt voor het winkelcentrum. Dus mocht het zo zijn dat de Bitcoin de valuta wordt waar de hoofdvaluta wordt, dan hoe meer kleine coins erbij komen, hoe beter dat is voor de waarde, voor de hoofdcoin. Dat even als analyse en om naar te kijken. Voor de rest, neem een beslissing vanuit vrije wil. Het blijft een groot risico, want het fluctueert van boven naar beneden en de oude gevestigde brein die zegt tegen ons dat we meer stabieler en bla 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 bla. Maar het is wel degelijk aan het doorzetten. Ik weet van beneden dit videootje zie je een aantal mogelijkheden zoals USI Tag, Crypto, BitTrade en ik geloof dat ik er ook BitConnect bij gezet heb. Dat zijn drie Bitcoin-achtige mogelijkheden. Maar de USI Tag bijvoorbeeld, die heeft nu net voor 70 miljoen aan nieuwe Bitcoin servers gekocht. Die heeft het plan om duizenden ATM, dus geldmachines, neer te zetten waar mensen zelf hun reclames op kunnen zetten. Er is een enorme grote influx in goedkoper energie, zodat de winsten van het mijnen van Bitcoin en van andere altcoins veel en veel goedkoper zijn, waardoor de winstaandelen die je kunt, waarin je kunt meegenieten bij de organisaties zoals USI Tag en CryptoBitTrade ook al hoger worden. Dus de energiebronnen, ze hebben USI Tag in dit geval, heeft nu net een bepaalde energiebron technologie gekocht die met magnetisme te maken heeft, waardoor de energie
kosten die gewoon het hoogste zijn in Bitcoin mining veel en veel lager worden. Dus dat zijn allemaal aspecten dat je kunt zeggen dat dit gestaag doorgaat, die trend van de Bitcoins. En ja, het zou mij benieuwen of we met de kerst 2017 daadwerkelijk $20.000 hier zien staan. Zoals voorspeld bij die, door die specialisten. Nou, onderschat YouTube-video's en mensen die online bezig zijn in hun netwerken zoals USITech, CryptoBitTrade en BitConnect niet. Heeft ook een enorme grote waarde, heeft ook een enorme grote invloed op de valutahandel en op de cryptocurrency-handel en dergelijke. Dat wordt al meer toegankelijk, dus de ouderwetse markt zoals Wall Street-achtige, die wordt al meer toegankelijk. Via platforms zoals USITech, CryptoBitTrade en BitConnect. En zo zijn er nogal meer. En die hebben ook een enorme grote invloed. Want ook al zijn de pakketjes en de ja, zogenaamde investeringen of het geld wat er daardoor binnenkomt vrij klein gezamenlijk. Is bijvoorbeeld nu USITech een van de grootste Bitcoin wallets aan het worden van de hele wereld. En dat heeft nou eenmaal grote invloed. Dus de machten en de krachten van wij de mensen die hier nu ook toegang tot toe hebben, wat voorheen niet mogelijk was, omdat je dan echt een broker moest hebben en ja, heel moeilijk op de valutamarkt mee kon delen, want dan moesten grote bedragen ingezet worden. Nu dat aan de man gebracht wordt door platformen zoals ik die hieronder laat zien, heeft ook een grote invloed en een verschuiving in het verdelen van de weelde, van het geld. Je moet goed begrijpen dat over de laatste 10 tot 20 jaar het geld dusdanig, dat noem je dan high yield trading, het snelle traden wat de banken en dergelijke begonnen te doen op automatische piloot, met robots en computers heeft een enorme geldverschuiving teweeggebracht. Het schijnt zelfs zo te zijn dat het ongeveer 80% heeft teweeg gebracht dat 80% van het geld meer naar diegenen gingen die dan met die robot trading, met die high yield trading bezig waren. En dit is een soortement van antidoot, van een tegen movement die je ziet. Dus dat speelt enorme grote rollen. En mocht je daar meer vanaf willen weten, zou ik echt aanraden om er veel meer onderzoek over te doen. En nogmaals, neem beslissingen vanuit je eigen situatie. Ga hier niet licht mee om. Zorg dat je je basis verzekerd hebt. Met andere woorden, je huis en je familie en je gezin en je inkomsten en je kleding en je eten en je huur of hypotheek of hoe het ook maar zit. Maar het is een mogelijkheid in ieder geval om hierin mee te genieten via winstdeel pakketjes die je verschaft kunt krijgen bij USITech, CryptoBitTrade en BitConnect heeft weer een andere natuur, maar kijk dan maar eventjes schaaponderzoek. Klik de link hieronder voor meer video-informatie. Laat je beste e-mailadres plus mobiele telefoonnummer achter rechts van deze video. Mocht je dit op een pagina of een website zien waar je dat kunt doen, dan stuur ik je voldoende gepaste video-informatie. Zal je niet spammen. Laat even wat commentaar achter hieronder. Wees netjes. De rest wordt gewoon verwijderd. En neem even contact op met degene die je naar dit video heeft gestuurd. Hij of zij heeft een enorme verrassing voor je. En dan mocht je dit willen delen, dan zie je om en nabij deze omgeving, wanneer je dit op YouTube ziet, hieronder een woordje delen gespeld. Wanneer je daarop klikt, er staat een pijltje naast, dat is gewoon actief. Wanneer je erop klikt, komen de social media icoontjes tevoorschijn. Dan kun je dit video delen op je eigen social media pagina's. Mocht je willen leren hoe je dit video op je eigen kanaal kan zetten, dan met alle toestemming natuurlijk, moet je ook doen, maar dan moet je wel je artikel onder het videootje aanpassen met je eigen linken. Dus ik zou aanraden om bij ons in het team te komen en dan te leren hoe je mijn videootjes of onze videootjes kunt gebruiken op je eigen kanalen, om het dusdanig op je eigen social media kanalen te kunnen promoten, te kunnen aan te kunnen raden en dat mensen dan bij jou of bij jullie in het team komen en niet bij mij. Heel veel succes! En tot snel, dan zie ik jullie wel op de mooie resorts, in de mooie hotels en op de mooie stranden van de wereld.